Welkom op deze Q&A-sessie. In deze sessie gaan we eigenlijk hobbybrouwers vragen laten stellen aan een brouwexpert. En die brouwexpert die zit hier naast mij. Sven, ik denk dat je je best even heel kort voorstelt. Ja, brouwexpert vind ik, dat klinkt nogal gewichtig. Ik ben een brouwer, eigenlijk bio-ingenieur gestudeerd, mijn thesis gedaan op labo voor brouwerij en mouterij in Leuven. En zo terechtgekomen bij toen nog Interbrew. Een jaartje daar stage gedaan. Alke Maas gaan werken in Wallonië, Jumet, bij Charleroi. Die brouwerij bestaat niet meer. Die heb ik mee mogen sluiten, die minder prettige ervaring. Een jaartje Alke gedaan. En dan terechtgekomen bij Duvel Moordgat, waar ik toch al sinds 2008 zit. En nu zit ik bij De Koning, sinds 2016 vast, maar al tijdens de overname altijd betrokken geweest, productieverantwoordelijke geweest. Hè. En nu ook bezig met brouwerij IJ in Amsterdam. Dus van alles een beetje. En ik hoop dat bij Duvel Moordgat op verschillende plaatsen al, al gezeten. Ja, oké, super. Bedankt voor de intro. Ik denk dat we best van start gaan met de vragen die door de mensen al ingezonden zijn. En daarna is er ook nog tijd voor extra vragen uit het publiek. Als wij met een vraag bezig zijn, of met een antwoord bezig zijn, beter, en je zegt van ik wil nog iets dieper ingaan op die vraag, dan mocht je altijd even je hand opsteken en dan kunnen we kijken hoe we daar mee verder kunnen gaan. Ja, inderdaad, als we het zien. De eerste vraag die kwam van een zeker Kenny en Steven. En die ging eigenlijk over de watersamenstelling. De vraag was, voegen jullie ook calciumchloride, melkzuur of andere additieven toe aan het water? En wat is het belang van de watersamenstelling algemeen genomen? Misschien interessant om eerst te zeggen wat dat zijn. Want het zijn eigenlijk geen additieven, strikt genomen. Dat zijn hulpstoffen. Hulpstoffen zijn stoffen die je toevoegt om je proces te verbeteren. En additieven zijn stoffen die je toevoegt die eigenlijk uiteindelijk effect hebben op je smaak. Op je eindresultaat. Dus al die zaken die we hier opzommen, melkzuur kan wel voor een ronder gevoel zorgen en zo. Uiteraard heeft alles wel een of ander effect. Maar calciumchloride voegen we toe. Ik ga hier niet heel een theorie gaan doen, hè, maar uiteraard voegen we dat toe. Calcium is belangrijk voor je oxalaat neer te slaan, ook voor je enzymenwerking, voor je goede flocculentie van je gist. Ja. Dus wij voegen al die dingen toe. Ik denk dat als goede brouwer moet je dat toevoegen. Je melkzuur ook. Je wilt je pH optimaal hebben voor je enzymatische werking. Wij voegen dat toe, uiteraard. Maar ja, ik zeg het zijn hulpstoffen, geen additieven. Ja, het zijn twee andere, twee verschillende types. Ja, klopt. Oké, super. Dan gaan we over naar vraag 2. Als ik nog even mag. Ja, zeker. Want u vroeg van, wat is het belang daarvan? Inderdaad. Ja, sorry. Redelijk belangrijk, maar is het water echt belangrijk om te zeggen, ik moet op plaats A brouwen en ik mag niet naar plaats B? Dat is eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Want een grote, moderne brouwerij haalt eigenlijk alles uit zijn water en steekt erin wat je nodig hebt. Eigenlijk een soort van RO, reversed. Er zijn meerdere kationen uitwisselingen. Ja. Om maar te zeggen, dat is water van belang? Ja. Maar er zijn allemaal zelf thuis uw water. Je kunt uw water ook thuis. Je kunt dat raadplegen op het internet. Hoe ziet dat eruit? En, of als je wilt nog wat toevoegen. Maar in een grote brouwerij mag dat eigenlijk niet meer van verschil zijn. Nee. Oké. Vraagje: welke hardheid bevelen jullie aan? Ik denk dat je daar zelf best, en als je thuis brouwt, denk ik dat je best je eigen. Je eigen smaak volgt. Hè. En hardheid natuurlijk heeft effect op bitterheid. Dus als jij bijvoorbeeld een beetje te veel natrium gaat in je water hebben, ik zal zeker geen zout toevoegen, keukenzout op die manier. Want dan ga je een heel harde bitterheid krijgen. Maar dat is naar eigen smaak. Hè. Een bier zoals ik het hier proef. En ook naar biertype toe. Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook heel afhankelijk van het biertype. Hè? Ik zou daar niet heel hard water moeten. Wij hebben allemaal waterontharden staan in brouwerij. Dus, die heb ik thuis ook.
ook. Ja, voilà. Ja. Ik zal die gebruiken. Maar dat is niet dat alles zo super, hè, als je thuis brouwt. Ik zeg niet dat je, als je thuis brouwt, dat niet goed moet zijn. Hè, maar je kunt thuis brouwen met je water dat je hebt. En eigenlijk, met al je potten en pannen hè, dat je in je keuken hebt. Ik heb dat ooit eens gedaan. Niks gekocht. Niet hier geweest. En gebrouwen met alles wat ik in huis had. Hè. Dus filter gebeurt dan met een doek uitwringen en zo. Dus eigenlijk heb je met alles wat je thuis hebt en je water en wat je kunt vinden, je gist moet je wel gaan halen natuurlijk, kun je perfect brouwen. Dus veel te ingewikkeld moet je dat ook niet maken, denk ik. Allee. Mijn mening. Of je zou nog een spontane vergisting kunnen doen, uiteraard. Uiteraard, ja. De volgende vraag gaat eigenlijk meer over het maisje en het maken van beslag. Dirk vraagt, wat is tegenwoordig de temperatuur om in te maischen? Omdat daar tegenwoordig nogal verschillen zijn. Dat is al heel lange tijd dat de mouten eigenlijk van zo'n goede kwaliteit zijn dat je niet meer moet starten aan 40, zelfs 55 graden. Je eiwitrust en zo. Dat is al redelijk in orde. Hè. Wat wij krijgen van de mouterij tegenwoordig is echt wel in orde. Je kunt een stap toevoegen als je echt een beetje... Als je schuimproblemen zou kunnen krijgen, hè, bijvoorbeeld je gaat kruiden toevoegen, die kruiden hebben veel oliën, zouden kunnen denken, ah, we gaan die eiwitrust toch invoeren. Maar ja, eigenlijk is dat wel in orde. Dus je begint normaal rond de 263 graden en dan gaat het door naar 72. Afhankelijk van uw oogst natuurlijk, hè, dat wisselt altijd. Maar heel klassiek 62 graden starten. Ja. Oké. Omdat er tegenwoordig ook bij de mouten van krop 2023 de verstijflingstemperatuur ligt wat hoger dan... Ja, dat hangt af van uw oogst. Inderdaad. Ja. Hij die had nog de vraag, voegen jullie enzymen toe? Dat is een goede vraag. Hè. Een beetje een zo'n vraag van. Hè. Maar uiteraard, en het zou nog wel. Ja, het zou liegen zijn, moest ik zeggen, dat een grote brouwerij zonder enzymen werkt. Wij voegen enzymen toe, bijvoorbeeld om onze. Dat hangt er een beetje vanaf ook. Hè. Wij voegen enzymen toe om onze wortfiltratie te vergemakkelijken. Natuurlijk gaan we dat niet doen als we bij de brouwerij De Koning, waar ik nu zit, hebben we een Meura wortfilter. Dat is onder druk, daar hebben we dat niet nodig. Maar. Dat voegen we wel toe. Natuurlijk, ja, dat is een enzym. Na het koken is dat ook weg. Hè. Dus, ja. Nou, misschien komt er straks nog een vraag. We proberen natuurlijk qua etiket zo clean mogelijk te zijn. Dat is echt een streven dat we hebben. En niet altijd gemakkelijk, maar eigenlijk, ik zal een goed voorbeeld geven. Brouwerij De Koning, de bolken, dat daar gebrouwen werd. Jarenlang werd dat gebrouwen met een suiker die ook kleur gaf. En eigenlijk zouden we dan op ons etiket een E-nummer moeten zetten. Oké, dat was zo en niemand heeft eraan gedacht om dat te veranderen tot dat E-nummer zou moeten komen. En die suiker hebben we dan eigenlijk vervangen, heel logisch, hè, door wat het zou moeten zijn. Een beetje meer karamelmout, maar daar gaat je kleur niet allemaal mee halen. En dus je kleur corrigeren met geroosterde mout. En, en die hoeveelheid hangt een beetje af. Want het is altijd de mouter dat gedaan heeft bij de brouwer. Ja. Maar de kleur van de karamelmout die durft nog wel eens te schommelen. Dus wij, afhankelijk van de kleur dat we meten op de eerste brouwsel, gaan we corrigeren naar op de volgende brouwsels met de geroosterde mout. Ja. Maar dat is een mooi voorbeeld van hoe je etiket clean kunt maken. Het is eigenlijk heel logisch, hè. Dat is eigenlijk dom dat we dat niet eerder gedaan hebben, maar bon, voilà. Ja. Dan zeg ik het zelf. En dan verder had Sarah nog een vraag. Gebruiken jullie additieven of hulpmiddelen om beter te filteren? Ik heb het een beetje... Dat heb je juist al gezegd, die Meura-filter. Ja. Ik denk niet dat we die helemaal moeten gaan uitleggen. En dan gaan we eigenlijk verder naar het derde punt, en dat is het kookproces, het koken. Bart vraagt, zijn er additieven om de schuimkraag te verbeteren die jullie gebruiken? Er zijn er zeker heel veel. Je hebt alginaten, je hebt producten waar ijzer in zitten. Nou, dat doen we allemaal niet. En zoals ik al zei, probeer zo clean mogelijk te houden. Hè, want je kunt dat dan toevoegen van die ijzerzouten. Ja, dan gaat het gewoon een schuimkraag hebben, maar ja, dan... Dan riekt die bier wel naar ijzer. Dus het is niet dat het zo'n voordeel is. Mag niet te veel een ander nadeel bij. Wat we wel doen, is het gebruik sommige bieren van hop extracten. Omdat
Ik heb daar juist misschien al even aangehaald. Er zijn sommige bieren die wel eens last kunnen hebben van minder schuim, minder vlotte schuimkraag. Alcohol kan daar een reden van zijn, hè? Ja. Hoog alcoholgehalte. Ja, inderdaad. Maar ook kruiden waarvan je eigenlijk, om eerlijk te zijn, als je die aankoopt, je moet al een hele goede ingangscontrole hebben of een heel lot kopen. En in grote brouwerijen is dat toch wel wat moeilijker. Om die oliesamenstelling in die kruiden is zo variërend dat soms dat echt wel een probleem kan geven. Dat ook iets natuurlijk is, uiteraard. En dus is het wel handig dat je dan iets toevoegt. Maar je moet eigenlijk iets toevoegen om iets op te lossen dat niet goed zit. Dat is eigenlijk niet de goede manier om te werken. Je moet altijd gaan zien hoe kan ik dat in het begin eigenlijk verbeteren met wat er voorhanden is. Want in principe, als je geen heel rare recepten hebt, zou het toch wel moeten lukken. Ja. Er zijn brouwerijen die dingen toevoegen omdat ze problemen hebben. Op de duur zijn ze zoveel aan toevoegen dat ze door het bos de bomen niet meer zien. Ja, ja, ja. Dus de mentaliteit moet zijn, je moet echt gaan naar je basics en daaruit... Ja. Er is genoeg voorhanden en het kan zijn dat je veel kruiden gebruikt, maar dan pas je moutsamenstelling een beetje aan. Een beetje meer tarwe, whatever. Ja. Je zou uw rust kunnen doen, uw eiwitrust bijvoorbeeld. Mm-hmm. Slechte schuim heeft... zijn tal van zaken. Ja, de gist die te lang in contact blijft met uw bier, die autoliseert. Dat is ook niet goed voor schuim. Dus er zijn echt wel heel veel zaken die je eerst moet doen vooraleer je echt iets gaat toevoegen om te remediëren. Dat je proces volledig goed zit. En dan, dus ik onthoud dat jullie hop-extracten wel gebruiken. In bepaalde bieren. In bepaalde bieren, Oké, super. Ja, was er nog een vraag van het publiek? Ja. Kunt u misschien even opzommen wat goede schuimvorming bevordert? Je zei er wel zo'n paar tussendoor, maar... Ja. Je kunt beginnen, dus je schuim, dat is belangrijk daarin, zijn uw proteïne. Dus je moet zien dat je die hebt. Je proteïne, als je een beetje moeite hebt om schuim te vormen, ziet dan dat je kleine eiwitrust inbouwt. Dat gaat alleen maar helpen. Wat heel belangrijk is, en ik weet niet of ik hier mag zeggen, maar veel hobbybrouwers, die voor mij, naar mijn gevoel, die stoppen ze precies bij het brouwen en dan de gisting, het is gedaan, mijn werk zit erop. Maar eigenlijk is dat voor mij een van de meest fascinerende delen van het brouwen, maar ook heel belangrijk, want daarin wordt heel veel bepaald. In het brouwen gaat u uw vergisbare suikers bepalen, uw kleur en uw alcohol, dat moet allemaal vaststaan. Maar dan begint er iets dat heel belangrijk is. En die gisting, dat heeft zoveel effect op uw schuim ook. Als je ziet dat je gisting gedaan is, of zelfs als je gisting een dag bezig is en je zou van onder al wat dode gist hebben, probeert die, en niet alle installaties laten dat toe, ik weet het, maar probeert die eraf te halen, want dat is voor niks goed dat je daar te veel gist in hebt. Ja. Dat is niet goed voor je schuim. Atoliseert, de pH gaat een beetje stijgen, allemaal niet oké. Ook op het einde gist eraf halen. Ook een hergisting op de fles. Die hergisting, de CO2, zal wel helpen om je schuimkraag te houden. Dus een hergisting is goed. Maar ook nooit te veel gist toevoegen. Want dat is gemakkelijk, hè? Suiker, een beetje berekenen. En dan genoeg gist, want dan zal het wel weg zijn. Maar die gist die blijft in je fles zitten. En die sterft af, sowieso. En die gaat niet helpen aan je goede schuim. Je krijgt autolysesmaak. Je pH gaat omhoog. Niet goed. En dat is zo, ik werk nu voor Duvel Moordgat en dat is typisch wat zo gezegd wordt. Vroeger zat er tenminste gist op die duvel, nu niet meer. Dat is niet waar. Wij voegen nu gist toe, juist genoeg. Vroeger moesten wij meer toevoegen, omdat de precisie van die installaties leende zich niet toe om juist genoeg toe te voegen. Het was altijd iets te veel. Dus nu zit er inderdaad minder gist in, maar er zit zeker gist in. En waarom? Om die reden. Dat je niet te veel moet toevoegen, want anders slecht voor je schuim. Maar dat is enkel nog maar de gist. Hè. Wat ik ook gezegd heb, kruiden zijn zeker niet goed voor je schuim. En die temperatuur is toch ook wel een heel belangrijk aspect. Hè? Als je op hogere temperaturen gaat, op te hoge temperaturen gaat vergisten. Tuurlijk, maar dat dan komt allemaal neer op uw autolyse van je schuim. Ja, ja. Koolzuurdruk, ook belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, en dan gaan we wel naar het eerste deel, is de verzadigde vetzuur. Wacht, hè. Als je gedaan hebt
met koken, dan gaat een hobbybrouwer gaat dan Whirlpool doen en gaat zien dat je een mooie koon krijgt. Dan moet je zien dat er niet te veel van die, die trup meekomt in je gisting. Dat is goed voor je gisting, maar die vetzuren zijn iets minder goed voor je schuim. Dus het is altijd, brouwen is toch altijd whatever, een evenwicht zoeken tussen dit en dat. Maar er zijn zoveel zaken die, waar je op moet letten als je goede schuim wilt. En dan heb ik nog niet gesproken over een proper glas, wat evident is. Hè, maar dat speelt ook allemaal mee. Dus ja, ik denk dat je daar heel lang op kunt doorgaan. Maar als je het simpel wilt houden, gebruik tarwe. Ziet dat je gistingstemperatuur niet te hoog komt, maar ook dat je gist eigenlijk niet te veel gestresseerd wordt, ook, wat ook niet altijd even makkelijk is, dat je hem wegneemt als zijn job gedaan is. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Ik zou, als je thuis brouwt, zo van die toevoegingen zeker niet gebruiken. En als je slechte schuim hebt, dan gaan zo'n toevoegingen ook niet helpen. Allee, dat gaat een beetje helpen, maar slechte schuim blijft de slechte schuim. Tenzij je dingen gaat toevoegen, alginaten en ik weet niet wat allemaal, en ijzerzouten, maar ja, dat zou ik al helemaal niet doen. Maar bon, wat, ja. Ja. Oké, super. Ik denk, als we nu toch over vergisten bezig zijn, ik heb hier een vraag van Toon, of dat jullie ook nog steeds af en toe last hebben van infecties. Goeie vraag. Hoe moet ik dat uitleggen? Wij meten heel veel op verschillende stadia van het brouwproces nemen wij microstalen. Dus dat is bij de koeling van de wort, tijdens de gisting, na het filteren in de fles. Dus op elk van die stadia nemen wij een staal. En hoe gaat dat eigenlijk? Dat is misschien belangrijk dat je dat weet. Dus we nemen een staal, dat is heel steriel. Dus dat is een flesje dat uit een autoclaaf komt. Je brandt alles gewoon af. Je ziet dat er niks in contact komt. Je neemt de staal en dan wordt er uitgeplaat op een petriplaatje. Eerst gefilterd en uitgeplaat. En dan moet je 7 dagen wachten. Dat is al heel ambetant, hè, dat je 7 dagen moet wachten. Want ja, als je dan een infectie hebt, dat wil dan ook zeggen dat als je denkt, we hebben een infectie, en je denkt het probleem te kennen, dan gaat je terug daar een staal nemen en dan moet je terug 1 week wachten voor je weet of dat is of niet. Dus ik heb al lang gezegd tegen mijn mensen, als we iets hebben en je denkt dat dat is, nee, zoek dan nog maar verder. Maar pak daar een staal en zoek dan nog maar verder. Want veelal is dat toch niet. En een infectie is, dat is echt, dat is de grootste miserie die je kunt hebben in een brouwerij. Ik zeg altijd tegen mensen die beginnen in de brouwerij, er zijn 2 belangrijke dingen in een brouwerij. En dat is de microbiologie en de waterzuivering. De rest, dat gaat wel gaan. Als die 2 niet in orde zijn, dan die microbiologie, dat kan voor zoveel problemen geven in je gewone werking, omdat je zo lang moet wachten. Hè. En er zijn nu ook PCR's. Hè. Je kunt staal nemen en 2 uur later... Maar het probleem aan een PCR is dat je moet werken met een databank waarin bacteriën zitten die kunnen gedetecteerd worden. Maar als die er niet in zitten, kan die dat ook niet zien. Dus de klassieke methode, ik zeg, bij duvelmoordgat gebruiken we ze alle 2, maar de klassieke methode van 1 week lang is nog altijd, doen we nog altijd. Maar wacht, om op uw vraag te antwoorden. Ja. Hebben we dat nog altijd? Ja, wij meten zoveel, dus hoe meer je meet, hoe meer je wel eens iets gaat ontdekken dat er is. En ik ben er zeker van dat er heel veel bieren, als je geen microbiologie zou doen, dat er heel veel bieren je brouwerij zullen verlaten, zondag van iets weet en daar kan een infectie in zitten, dat ook geen kwaad kan. Want dat zien wij ook. We zien, hier is een, dat tekent hier een beetje. Oké, dan hebben ze iets van, ja, wat is dat? We moeten beginnen evalueren. Een aerobe infectie, een lichte, kan geen kwaad, dat gaat er toch uit na een tijd. En dat is een beetje een ervaring ook. Ja. Hè? Maar, en dan is er natuurlijk, in grote brouwerijen gaan we pasteuriseren. Hè? Dus er is nog altijd die laatste stap, wat we bij duvelmoord gaat het altijd doen ook. En dan slapen we ook wat beter, denk ik. Ja. Maar het feit dat wij alles meten, weten wij heel goed wat er op de markt komt. En kunnen wij dat inschatten. En ik heb... Ik moet echt eerlijk hard nadenken. Ik kan me niet herinneren dat we... misschien lang geleden dat we ergens een lot hebben gehad
dat we dachten van dit gaan we niet laten vertrekken. Maar dat is dit gaan we niet laten vertrekken. Dat komt nooit op de markt. Hè. Dus het feit dat je zoveel meet, gaat je op de markt echt wel... Dan is er iets mis in je kwaliteitsopvolgingssysteem als je dat, een infectie op de markt krijgt. Ja, ja, ja. Want dan heb je daarvoor nog een pasteur. Hè. Dus, ja. Ja. Dus ik onthoud eigenlijk daaruit dat jullie veel controles doen daarop en dat dat allemaal strikt opgevolgd wordt. En dat het sowieso niet buiten gaat als het... En wat heel belangrijk is, dat is bij microbiologie zijn de mensen op de vloer. Want kunt jij van op hun bureau nog zoveel zeggen als je wilt en daar staal nemen, dit en dat, maar als die mannen het niet snappen, daar begint het mee. Je moet het snappen. En dus moeten ze handelen naar waar ze weten. Als die het niet goed doen, je kunt er niet elke keer bij staan. Hè. Als die het niet goed doen, ja... Ik denk dat ook een heel moeilijk punt is. Want in een brouwerij zit je inderdaad met veel werknemers. Die moeten allemaal strikt alles opvolgen. Een hobbybrouwer is bijvoorbeeld alleen. Die doet alles zelf, dus die kan alles zelf bepalen. Ja. Maar ik denk dat je in een brouwerij echt afhankelijk bent van meerdere personen. Heel belangrijk. Dat je de bewustwording op de vloer en ook... dat is eigenlijk, je kunt dat best aantonen met wat je eigenlijk op die petriplaatjes ziet. Hè. Of gewoon als je nu eens aan een toog staat en je neemt daar zo'n swab, zoals CSI, hè, zo'n swabje nemen. Wat daar allemaal op zit, dat is vies. Hè. Maar dat is, ça va, hè. Maar, om maar te zeggen, je moet zo'n dingen uitleggen en dan een goed team hebben dat snapt en ook wilt uitvoeren om kwaliteit product af te geven. Ja. Industrieel werkt ook naar cleaning. Ja, natuurlijk, maar dat gaat niet alles. Als je een darm moet, alles is schoon gereinigd, en dan moet je een darm versteken om je tankwagen te vullen. Nou, als je die darm boven de goot laat hangen, 3 seconden is het ook om zeep. Hè. Of je pakt dat met je handen goed vast, of een koppelstuk leg je niet in een bak met ontsmettingsmiddel. Allee, je kunt je zoveel... Denken als brouwingenieur dat alles in orde is, want ik heb alles goed gesiept en die programma's zijn allemaal goed met de computer, maar eigenlijk is het op de vloer dat het... Allee, natuurlijk moet dat allemaal in orde zijn, hè. Dat is logisch, maar eigenlijk heel belangrijk is de vloer dat die het snappen. Vertaald naar kleinschalig dan? De brouwer, hè. Ja. De huisbrouwer moet zijn thuiskeuze. Ja. Het voordeel van jullie is, de thuisbrouwers, dat jullie minder meten, dus jullie denken allemaal dat alles goed is. Maar nee, natuurlijk niet, dat weet ik wel. Maar om terug te komen op de vraag, echt op de markt en een recall, dat heb ik nog niet, bij Duvel Moordgat nog niet meegemaakt. Oké. En dan was er nog een vraagje dat daarbij aansluit, misschien een klein beetje. Hoe gaan jullie om met bret- of diastaticus-infecties, zal ik maar zeggen? Bijvoorbeeld bij het brouwen van de Wild Joe of bij het vergist van de Wild Joe. Eigenlijk moet je kwaliteitsplan zo zijn dat als je dat doet, dat eigenlijk geen verschil mag uitmaken. Maar ja, dat beestje is heel... Dat is nogal graag aanwezig waar we het niet willen hebben. Dus als we zo'n Wild Joe afvullen, gebeurt dat sowieso op het einde van de week. En dan gaan we een dubbele sip doen. Dus 2 keer na 1 dezelfde sip. Maar ook de vuller wordt om de zoveel tijd van buiten ook gereinigd met schuim. En stomen jullie of is het parazijnzuur vooral dat er gebruikt wordt? Voor het ontsmetten. De desinfectie. Voor de vuller zelf? Ja. Dat is enkel op schuim. Dus maar uiteraard wordt de vuller en de vulkraantjes uitgestoond, maar de omgeving is ook van belang. Hè? Want de vuller die staat open, dat zijn geen farmaceutische zaken. Dus je moet zien dat die omgeving van de vuller ook goed is. En dat wordt, vroeger was dat je er ook kwam schuimen, nu zijn dat allemaal automatische schuiminstallaties. Ja. Dus er is een, laat ons zeggen dat er een verhoogde waakzaamheid is. Maar je voegt dat ook alleen maar toe vanaf het moment dat je juist voor de vuller komt. Hè. Dus bij Duvel is dat echt in-line. Dat is een zelf uitgedokter systeem. Je hebt je helder biertank, dan gaat je naar je vuller. En juist ervoor wordt er gist gedoseerd. Ja. En dan zit, dus dat is eigenlijk ook niet veel, hè, wat er kan gebeuren. Ja, dus het maar heel klein, dat deel is wel superbelangrijk. Ja, inderdaad. Klopt. Goed. Dan een vraag die daar nog op volgt. Hebben jullie ook wel eens te maken met een gestokte fermentatie, gestokte vergisting? Waarschijnlijk wel, maar bij Duvel Moordgat heb ik geleerd dat je gist eigenlijk... je moet natuurlijk je gist selecteren voor wat hij moet doen, maar als je daar goed... En je moet je gist leren kennen. Hè.
Ik wil daar zoveel op zeggen. Een gestokte fermentatie, ik zal het wel eens voor gehad hebben, waarschijnlijk als de koeling aanging in volle fermentatie, dan zal het niet gaan. Maar echt om te zeggen, er zijn maar 3-4 dingen. Hè. Je moet je temperatuur moet goed zijn, je moet zuurstof geven en je moet zien dat je wortsamenstelling een beetje oké is. Voor de rest is daar je pH, al die rest moet ook wel goed zitten. Maar dat zijn 3 belangrijke dingen, maar voor de rest kun je daar weinig aan doen en je moet je temperatuur onder controle hebben. Maar dat heb ik echt geleerd bij het duvel. En iedereen kan de gist van een duvel uit de flesje halen. Hè. Ik zeg altijd, als je de mensen die nu duvel brouwen... Ik brouw nu geen duvel, maar ik heb dat ooit gedaan. Als je die allemaal wegneemt en je vervangt die door 10 beste brouwers ter wereld en je zet die daar, dan gaat je duvel na 6 maanden niet meer hetzelfde zijn. Gewoon omdat die gist... Je moet die, wij kennen die zodanig en we weten wat die doet. Hoe je daarmee moet omgaan. Ja, en dat is heel raar om te zeggen hè, in zo'n redelijk groot bedrijf. Je kunt dat niet allemaal op papier zetten, denk ik. Nee. En dat is heel veel ondervinding ervaring. En ervaring. En dat ik ook geleerd heb van mijn voorganger. En dat zo een beetje doorgegeven wordt, zeker. Dat klinkt heel amateuristisch, maar... dat is gisting. Alleen daarmee dat ik het ook het fascinerendste deel van het brouwen vind. Dat is wat feeling hebben ook, hè. En je moet je gist leren kennen om te zien wat hij kan doen. Ook, wat je ook niet moet doen, heb ik ook in ver verleden eens meegemaakt, dat een gist gewoon bewaren in de frigo, dat is niet oké. Okay. We hadden toen gistingen die wel gingen en niet gingen. Als je dan ging terugtracen, dan kwam er uit de goede gistingen waren die gist en de andere gistingen waren die gist, maar die had 4 maanden in de frigo gestaan. Ja. Dan begint die gist begint sowieso te muteren. Sowieso. Zelf in gisting ook, maar in de frigo ook. En ja, muteren, iedereen kent dat al wat beter na corona. Dat kan goed zijn en dat kan niet goed zijn, maar meestal is dat niet goed, want dan verandert die en iets veranderen is... Ja, wat dat je niet hebt, dat is niet goed. Ja. Dus wij bewaren die gist ook bij min 200 en zoveel graden en gaan die 4 keer per jaar, we starten van 1 cel terug en gaan die terug propageren tot een grote gistslurry die we dan gaan gebruiken. Dus dat is ook belangrijk om zo'n dingen te voorkomen, want... Ja, die mutaties, denk, meer dan 7 generaties moet ook niet gaan, denk ik. Want dan zijn er zeker en vast is er al een mutatie bezig. Ja. En je weet nooit welke. Ja. Nee, daar wil je inderdaad niet voor hebben. Dan gaan we verder over het afvullen. Freddy had de vraag, doen jullie ook aan forced carbonation? En zo ja, van waar komt de CO2? De vraag is dus of we CO2 toevoegen voordat bier afgevuld wordt. Ja. Dat doen wij en ik... Ik denk dat elke grote brouwerij dat doet. Mm-hmm. Eén reden is ook dat wij drukloos vergisten. Dus alle CO2 die gevormd wordt tijdens de gisting gaat weg. Gaat weg. Maar bij duvel is dat toch zo. Wordt die CO2 opgevangen. En dat is een heel ingewikkeld systeem. Dat kan ik niet uitleggen. Ik heb ooit eens een paar keer voorgestaan en ik snap er niks van eigenlijk. Maar het punt is dat je die CO2, als die zuiver genoeg is, je moet wel een bepaalde zuiverheidsgraad hebben, dat je die opvangt en dat je een vloeistof van maakt die je dan later kunt gebruiken om CO2 toe te voegen. Nu, bij duvel, nu nog altijd, denk ik, is dat maar de helft van de CO2 die gebruikt wordt, dat we op die manier hergebruiken eigenlijk. En de andere helft komt van een natuurlijke koolzuurbron. Ik weet niet of je dat weet, maar 2 jaar geleden was er een grote CO2-crisis. Dus de beschikbaarheid van koolzuurgas was door Oekraïne, denk ik zelf. Dat was een bijproduct van methaan, denk ik. Ammoniak, denk ik. En dat was niet meer beschikbaar. En die prijzen waren maal 15, maal 20. Dus daar hebben brouwerijen stilgelegen omwille van tekort aan CO2. Dus bij duvel is daarna ook gezegd van de helft, dat is niet genoeg. We gaan zien dat we alles zelf kunnen recupereren. Eigenlijk alles wat je vergist, als je dat herbruikt, heb je genoeg. Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ik had nog een vraag van Olivier, maar ik denk dat we die daar juist al beantwoord hebben. Die ging over pasteuriseren en botteltjes toevoegen. Maar ik denk dat we die daar juist al... Dus wordt er bij jullie het bier gepasteuriseerd en voegen jullie daarna botteltjes toe? Pasteuriseren altijd, zonder uitzondering. Natuurlijk, de beste manier om te pasteuriseren is als alles in je flesje zit. Kruimkrukje erop en dan pasteuriseer je dat door een tunnel. Hè. Dat is zo'n soort lange douche. En dan
De temperaturen zijn niet super hoog, maar de tijd is wel lang. En pasteuriseren, dat is een bepaalde tijd, een bepaalde temperatuur hebben. En dan krijgt je pasteurisatie-eenheden. Best niet om dat in je recipiënt te doen. Maar bij een hergisting gaat dat natuurlijk niet, want er zit in je recipiënt iets belangrijk. Dat is je gist die moet leven om te hergisten. Dus wat doen we dan? Dan gaan we langs een flashpasteur. Dat is echt gedurende korte tijd op hogere temperatuur pasteuriseren. Dan krijg je dezelfde pasteurisatie-eenheden. En dan uiteraard voeg je gist toe en ja, dan kun je niks meer doen. Ja. En die gist op zich is ook al een beetje een bescherming tegen mogelijke, ik zeg niet tegen alles, hè, tegen mogelijke infecties, want het zijn ook maar beestjes en de beestjes die met mist zijn, domineren en gaan de andere wel verdrukken. Ja, ja, uiteraard. Ja, klopt. Dan een volgende vraag is, hoe vaak worden flesjes herbruikt? Dat was een vraag van Evert. Gemiddeld 8 keer. Gemiddeld 8 keer. Maar, okay. Het is moeilijk om na te gaan, hè, maar dus een fles komt vanuit in België hebben we heel veel retourgoed. Hè. Dat is redelijk, dat is niet uniek, maar toch wel speciaal. Komt uit uw bak. Er zijn een paar plaatsen waar dat afgekeurd kan worden. Het eerste is bij uw eerste controle. En die eerste controle ziet naar de vorm van uw fles. En bijvoorbeeld een Chimay-fles lijkt heel hard op een Duvel-fles, maar er zit zo'n embossing in. Ja, ja. Die camera's die detecteren dat allemaal. Dat is aan, eigenlijk niet voorstellen, dat is aan een 30.000 flessen per uur. Dat zo'n camera ziet of de vorm goed is of niet. Of en dan gaat er wel eens eentje door. Heel soms gaat er een door, maar daarna is er nog een check. Ja. Als er echt zo in, dat is toch al heel, heel straf. Ja. Maar het is eigenlijk goed dat je die vraag stelt, want dan kan ik hier voor het publiek dat ons kan helpen daarbij, dat is zeggen, heel veel uitstoot gebeurt ook door het feit dat er zelfklevers gebruikt worden, zoals in deze zeker. En dat is een ramp voor ons. Dus je moet je inbeelden, die zelfklevers, ja, wij zien dat niet, hè. Dat is gewoon een fles. Je ziet niet welke lijm daaraan zit. En dan gaat die door de spoelmachine. Neem nu dat zo'n flesje is. Beeld u in, dat is een retourflesje. En dan hebben we juist leeggoed, een nieuw leeg glas ingevoerd. Dus heel, ik weet niet hoeveel paletten, nieuw glas. Omdat je park moet verversen, omdat er flessen uitgaan. Dan gaat dit in de spoelmachine niet er helemaal mooi afkomen, maar dat gaat er afkomen in stukjes en brokjes. In 100 stukjes. En die stukjes gaan zich vastzetten op al die nieuwe flessen. Zo komen die uit de spoelmachine en dan gaan die door de volgende controle, de EBI noemen we dat, Empty Bottle Inspector. Dat is de controle van uw lege fles om te zien of er geen scherfken af is, of er niks meer in zit, of er zo van die sigarettendingsjes in zitten. Ja. Maar uiteraard, al die nieuwe flessen met die kleine stipjes papier, die worden allemaal uitgestoten. Dus ik moet u inbeelden, je hebt nieuw glas ingedraaid en de lijn ligt stil, letterlijk stil, omdat de uitstoter niet kan volgen, omdat de lege bak, na elke, dus al die flessen worden gewoon uitgestoten. Dat is een complete ramp. En ik denk dat de hobbybrouwer dat ook niet zo bedoelt. Bij Duvel zijn er, ja, we hebben er heel veel last van, omdat wij een fles hebben die goed is voor hergisting, hè, een stevige fles. Ja, ja, ja. Maar ik heb ook kleinere brouwers gehad en dan contacteer ik die en die snappen dat heel goed. En die, bijna iedereen... Ja, want jullie zien dan uiteraard ook vaak van waar het komt. En, natuurlijk dan. Ja, ja, ja. Maar nu hebben we zelf een systeem dat eigenlijk, dat is ongelooflijk, je moet je inbeelden aan 30.000 flessen per uur, dat de barcode scant. En als hij die niet kent, dan wordt hem uitgestoten. Oh, okay. Gewoon omdat het effect zo groot is, als er zo'n klever doorgaat, dan is dat... Ja. Dat hij op voorhand eigenlijk kijkt ernaar. Ja, okay. En dan kun je nog automatisch manueel sorteren en erop zetten. Hè. Maar, oké. Okay, wat was de vraag? Hoeveel keer wordt de fles herbruikt? Gemiddeld 8. Ja, ja. Oké, okay, super. Nu gaan we nog even verder over het brouwproces algemeen. Ik had een vraag van Sam. Hoe bewaken grotere brouwerijen de kwaliteit en consistentie van het bier? Misschien heb je dat een klein beetje gezegd. Wij controleren echt heel veel op verschillende niveaus. Dus ik kan het niet nog eens herhalen. Hè, maar bijvoorbeeld, het begint al met uw grondstoffen die binnenkomen. Mout, wij gaan dat niet zelf analyseren. Soms doen we dat wel, een steekproef. En we doen dat niet zelf, maar sturen het op naar een labo. Maar die mout is altijd vergezeld van een certificaat. En dat gaan wij wel eens controleren. Ja. Maar ook bij de Koning bijvoorbeeld zijn de brouwers... Die gaan hun eigen brouwsel, alcohol, bitterheid, kleur nameten en indien nodig corrigeren. Gisting gaat je checken.
voor afvullen ook. En het belangrijkste van al blijft voor mij, je kunt zoveel meten als je wilt, maar degusteren is nog altijd het belangrijkste. Ja, ja, ja. Uiteraard, je zin te gebruiken. Maar uiteraard is alcohol ook belangrijk, want dat is een wettelijke parameter en dat gaat je niet kunnen proeven. Nee, nee, of je zoveel eronder of... Dus dat is wel belangrijk, maar buiten, wat mij betreft, alcohol is dat proeven het belangrijkste dat erbij zit. Ja, dan heb je nog, om heel dat kwaliteitssysteem op punt te houden, moet je natuurlijk zien dat altijd alles hetzelfde gebeurt en zijn audits extern die dat komen zien of dat jij dat doet wat je moet doen. Goed verloopt, want soms heb je labels die je moet halen om bij groot warenhuizen te kunnen leveren en zo. Dat wordt allemaal ook extern gecheckt. Het kwaliteitsgebeuren in een brouwerij, een moderne brouwerij, is heel, heel groot. En soms heel veel papierenrij zo. En als alles goed gaat, is dat heel saai. Maar ik kan u verzekeren, als het niet goed gaat, dan is het niet saai, maar dat wil je niet. Vandaar micro, dat is een superbelangrijk punt in heel je kwaliteitsgebeuren. Ja. Traceerbaarheid, uiteraard. Dan mocht jij geen flesje op de markt zetten als je niet weet welke kamionmaat er is ingegaan of welke hop of suiker. Dat is. Maar zo'n dingen zijn echt wel een evidentie en ook wettelijk verplicht. Kwaliteit en hoe ver je gaat in kwaliteit, dat hangt af van je brouwerij ook. Dat is de aandacht die je eraan wilt geven. Traceerbaarheid is een wettelijk ding dat je moet kunnen. Elke auditor vraagt dat. Elk jaar, dus ja, bon, daar verwachten we ons wel aan. Maar kwaliteit is iets dat je zelf moet maken. Ja, oké, super. Yvonne had nog de vraag, hoe maken jullie alcoholvrij bier, zoals vrijwit of schoef alcoholfree? Met welke methode? Want er zijn verschillende methodes. Ja, je hebt er een paar. Hè. Er zijn ook veel nieuwe technieken die, waar dat bijvoorbeeld... door bier eerst te maken en dan kun je de alcohol eruit halen. Maar hoe wij het doen, meestal is... Het meest leunt naar het brouwen toe, is gewoon bier maken met een maïsschema dat ervoor zorgt dat je niet te veel vergisbare suiker zet en dat je een gist gebruikt die niet te veel alcohol vormt. Ja. Alcoholvrij bier... Dat is voor de volgende sessie. Is dat een sessie? Nee. Ik weet niet of ik misschien deels wel, maar ik weet niet of ik helemaal het standpunt van mijn brouwerij zou, alhoewel dat ik toch dicht in de buurt ga komen. Ik vraag me af waarom mensen dat willen. Want bier, het kenmerk van bier is, een belangrijk kenmerk is toch alcohol. Dat is voor mij de kapstok waaraan alles ophangt. Ja. De ziel van je bier bijna. En als je dat dan wegneemt, dan heb je dan nog bier. En waarom wil iedereen dan zo met een flesje in zijn hand staan waar geen alcohol in zit, maar wel iedereen zoiets heeft van ik ben bier aan het drinken, maar je bent geen bier aan het drinken. Dus ja, ik vind dat heel moeilijk. En je kunt eigenlijk als brouwerij, moet je mee. Want je vertegenwoordigers, als die je bieren willen verkopen in een café en je hebt niks in dat segment, dan willen ze al naar je luisteren. Ja, het is echt wel een hype. Dus bij Duvel van Noordgat hebben we dat heel lang afgehouden. Ik ben ook bezig met brouwerij het ei. En als ik iets mag aanraden, probeer daar een keer de Free IPA. Ik vind dat eigenlijk geen slecht alcoholarm bier. En een andere tip, drink het van de fles. Dan stuit je neus al een wel uit voor de woordgeur. Het gaan sowieso ook de bieren zijn waar meer kruiden en hoppigheid aan toegevoegd is, die dan beter zijn. Maskeert het inderdaad. Maar eigenlijk de vrijwit, die heeft dat minder, maar die wordt eigenlijk nog veel meer verkocht. Ja, marketing, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Maar wel. Ja, okay. Maar dat was niet de vraag zeker. Hè? Nee. Dan gaan we verder met een volgende vraag over de ingrediënten. Wim vroeg zich af, hoe vangen jullie de wisselende oogstkwaliteit van hop en mout op? Ja. Dus jullie willen eigenlijk altijd hetzelfde bier brouwen, maar uiteraard zijn er oogstjaren en oogstverschillend. Dus doen jullie dan aanpassingen in receptuur of in Dat is inderdaad wat een brouwer zich onderscheidt van de wijnmaker. Hè. De wijnmaker... mag zeggen, dat jaar was goed en dat jaar was wat minder, want dat mogen wij niet zeggen. Dus de mout kan verschillen, de hop kan verschillen in alfas. Voor hop
Kop is iets heel moeilijk. Hè. Je kunt een ingangscontrole doen, dan moet je er maar op vertrouwen dat de rest wat volgt, zoveel ton hop, dat het allemaal van hetzelfde is. Want in principe, hop echt analyseren, hoe het, om echt heel goed te weten, ik weet dat dat niet zo simpel is, en Dirk Nouts van de proefbrouwerij is daar heel hard mee bezig geweest, en die kan echt wel zeggen of je gras krijgt van hun hopleverancier of hop. Ja. Maar dat is toch iets moeilijk. En dus voor hop, dat wisselt zodanig, en je zult dat thuis ook al gemerkt hebben als je brouwt. Je moet die alfas wisselen, maar ook als je één lot hebt en je voegt het dan toe, dan kan die bitterheid ook nog wel eens wisselen. Ja. Dat heeft natuurlijk ook veel te maken met de nauwkeurigheid van je meting. Ik denk dat jullie dat thuis niet meten. Maar hop aanpassen van brouwsel op brouwsel moet je nooit doen. Je moet dat zien op een periode van een week. En mout, ja, uiteraard. Scheelt uw oogst, is uw oogstseizoen van belang en moet je daar uw temperatuurstappen een beetje gaan aanpassen. Ja, 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 je kunt altijd ingrijpen. De enige zaken dat je niet kunt ingrijpen bij mout, dat was in 2008, en dat is de reden waarom ik bij Duvel ben begonnen, denk ik, is de gushing-periode. Gushing, dat uw mout geoogst wordt als het te nat is en dat je schimmel hebt. En dat per, oogst, per oogst anders kan zijn. En dat wordt altijd vooral, wel in het laboratorium eerst getest. Ja, maar dat was nog niet zo simpel. Je kunt dat niet altijd testen in het laboratorium. Nee, we hebben daar een doctoraatstudie op gemaakt. En daar zijn we nog niet helemaal uit, hoor. Dus je kunt niet altijd... Een predictieve test voor gushing bestaat eigenlijk nog altijd niet 100%. Energieste bieren hadden daar veel meer last van, omdat de saturatiegraad hoger is. Ja. Toen zijn wij de mout gaan halen in Zuid-Amerika, hè. In plaats van hier in Europa. Ja, ja, ja. Dus dat was een verschrikkelijke periode. Goed dat we daar, dat we daar zijn uitgeraakt. Super. Dan had ik nog een vraag van Youssef. Of dat jullie ook soms eerst kleine testbatches doen voordat jullie eigenlijk een bier maken om ingrediënten uit te testen of iets nieuws? Veelal niet. Er zijn heel veel nieuwe bieren die one-shot zijn. En uiteraard moet je dan wel wat ervaring hebben. Maar ik denk dat een goede brouwer, dat als hij een recept schrijft, dat hij ook in zijn hoofd kan proeven wat dat gaat worden. Natuurlijk, als je kruiden, ik weet niet allemaal, gaat gebruiken dat je niet kent, dan doen we wel testjes op labo-schaal. Hè. We pakken labo-schaal, een bier dat erop lijkt en voegen toe om een beetje te zien. Het zijn echt heel klein hoeveelheden dan. Voilà. Bij Duvel hebben we ook een proefbrouwerij die bij Duvel staat en die... Het is eigenlijk wel tof om te vertellen. Die staat daar, maar die staat ten dienste van alle brouwerijen die van Duvelmoord gaat zijn. Okay. En dus er is ook niemand mee bezig daar. Dus die brouwerij staat daar en als je daar wilt brouwen, dan ga je naar daar en begin je daar te brouwen. Ja. Okay, fijn. Het is niet dat er iemand dedicated bezig is. Mm-hmm. En daar gebeurt wel wat zaken. Maar eigenlijk, als ik dat zie, voor de koning zelf gaan wij er meer brouwen om bieren te hebben die we enkel in onze bar aanbieden. Ja, om kleine batches eigenlijk. Dus denk dat de ook brouwen op heel kleine schaal, je kunt dat niet... Dat is moeilijk om dat op te schalen. Ja, op schalen is niet... Mocht je nog juist hetzelfde recept toepassen, dat gaat niet hetzelfde zijn. Alleen al je hoogte van je CCT's, hè, 1 meter geeft 0,1 bar druk. Ja, een tank van 20 meter hoog, dat zit al met 2 bar druk. Dat heeft ook effect op je, uiteraard, op je profiel, S-profiel en zo. Dus als je een beetje op grote schaal brouwt, is het... Raar maar waar, dan is het veelal one-shot. Ja, oké. Ja. Super. Dan heb ik nog een paar laatste vraagjes. Wat zijn de uitdagingen voor de brouwers van de toekomst? Ik denk het... Misschien een paar dingen. 1, het sociaal aanvaardbaar blijven houden van bier. Ik denk dat de Belgische Brouwerswereldvereniging, we hebben de Belgische Brouwers, die eigenlijk zo een van de echt nog resterende gildes, dat is eigenlijk nog een gilde, hè, die zit nog op de Grote Markt in Brussel, in het huis daar, die zijn er heel hard mee bezig, hè, en niet recentelijk. Hè, die Bob-campagnes worden al jaren gesteund. Elke keer als je reclame ziet van bier, hè, bier met liefde, gebrouwen, drinken met verstand. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we doen beseffen dat... Ja, binge drinken dat er niet bij hoort, dat je moet genieten van je bier. Genieten van dat de glas. Je een paar kunt op hebben sowieso. Mm-hmm. Dat je dan zeker niet de auto moet nemen. Dat is heel belangrijk, denk ik, om dat sociaal aanvaardbaar te laten houden. Een andere uitdaging is dat alcoholvrij gedoe, maar daar hebben we het al over gehad. Ja. En een ander heel belangrijk ding, denk ik, waar nog niet heel veel brouwers mee bezig zijn, is het
het duurzame aspect van een brouwerij. Dus in Amsterdam zijn we nu, dus er staat een brouwerij, en we gaan die helemaal nieuw zetten. En we hadden eigenlijk, om eerlijk te zijn, heel eerlijk zijn, we hadden de brouwzaal al besteld en we hadden al een blikkenlijn besteld. En dan kwam er ineens voor in het directiecomité van Duvenmoordgat een duurzaamheidsdirecteur, een sustainability director. En die zei, gaat dat toch niet op gas doen? In Amsterdam toch niet? Allee, in plaats van een stoomketel, en het verhaal is nog niet gedaan hoor, zijn we nu aan het zien hoe we dat kunnen oplossen met warmtepompen. Dus dat wil ook zeggen, dus die brouwzaal was gekocht, we een beetje aanpassing moeten doen aan die beslagketel, aan die kookketel, aan die tunnelposteur. Maar dat wil zeggen dat je met warmtepompen eigenlijk, niet met stoom, hè, met warmtepompen, dus met warm water van 120 graden onder druk, eigenlijk moet beginnen koken en alles doen. Alles doen, ja. En op papier werkt dat allemaal wel goed, want nog eens eerlijk, bij Duvelmoordgat, niemand had er kaas van gegeten. Dus met een consultingbureau en op papier klopt dat allemaal wel. Maar als je dan met je theorie naar de praktijk gaat, dan merk je dat niet veel leveranciers dat gewoon kunnen doen. En die warmtepomp die de hoogste stap moet leveren, dat komt niet uit het schap. Dat is altijd op maat gemaakt. Dan, wisten wij ook niet. En dat is toch wel een je ziet dat daar nog heel veel moet gebeuren, terwijl dat wel de toekomst gaat zijn. Ja. En ik ben deze week nog naar een chocoladefabriek geweest die compleet op warmtepomp werkt. Dat is toch een ander niveau van de machinekamer van vroeger. De stoomketel aan, dat is niet meer. Je hebt er ene nodig die heel goed alles kan analyseren. En dus een heel nieuwe wereld. En dat is denk ik wel een serieuze uitdaging waar nog niet veel brouwers mee bezig zijn. Ja. We hebben nu per ongeluk in Amsterdam, kleine brouwerij, een ideale testcase om onze ingenieurs daar eigenlijk kennis mee te laten maken, maar ook op kleine schaal. Dat is echt carbon zero, als het ons lukt. Hè. Ja. Dus dat gaan we binnen een paar maanden weten of we het gaan doen of niet. Dus wel heel interessant, maar op te volgen. Ja, zeker en vast. Ik ga eens kijken welke vragen dat we hier nog hebben. Mag de brouwer de naam van een nieuw bier kiezen of is dat echt de marketingafdeling die dat beslist? Oh. Ja, ik heb al namen gekozen. Ja. Het hangt er een beetje van af. Hè. Ja, soms zelf voor commerciële bieren. Ja. Dat kan wel. Dat kan, ja. Ik denk dat dat hangt een beetje af van uw brouwerij ook. En bij Duvel kan dat bijvoorbeeld, maar ook niet. Hè. Voor als je iets rond Duvel, het merk Duvel, dan gaat er weinig kans dat de brouwer de naam zal kiezen. Dat is iets zoveel volkoop. Ja. Maar als ik bij de koning iets doe, dan zal dat wel. Dus dat hangt er wat van af. Oké, en dan nog een laatste vraag voor we aan de vraag beginnen van het publiek. Wordt het bier nog geproefd door een expertenpanel of dergelijke voor het eigenlijk. Ja, uiteraard. Wat ik juist zei, wij proeven sowieso einde lagering, dus voor filtratie, een belangrijke stap. Dan wordt het bier ook geproefd juist erna, hè, voor het op de fles gaat. En nadien nemen wij heel regelmatig stalen. We hebben uiteraard van elke afvulling een staal. Nemen we random stalen van verschillende leeftijden ook, hè, want dat is heel belangrijk. Ja. En dan gaan we zien wat ook de veroudering en dergelijke kunt zien. Ja, oké. Super. Dat waren de vragen die we op voorhand ingestuurd hadden gekregen. Ik denk dat we nu wel naar enkele vragen van het publiek kunnen overgaan. Als er vragen zijn. Ja. Ja. Ik zit nog altijd met je schuim. Ja. Je zei dat een van de maatregelen is dode gist dat we weghalen. Hoe ziet je het verschil tussen dode en dode gist? Een goede vraag. Als uw gist beneden zit, tijdens uw gisting is hem zeker dood. En sowieso als uw gist beneden zit, want ja, het fabeltje. Allee, je moet zien, uw gist gaat ook niet direct afsterven. Hè? Dus als uw gist tijdens uw gisting, je blijft nog wel op temperatuur, ik zeg maar iets op 25 graden, die gist gaat niet direct afsterven. Dus als je naar de 30 toe gaat, dat het moeilijk krijgt, en 32 zeker, afhankelijk van uw gist dan natuurlijk. Hè? Ja. Maar als uw gisting gedaan is, hè, en je ziet dat als uw gisting gedaan is, als je geen carbonatie meer hebt, dan pakt het de gist eraf.
Dat is heel simpel. Maar wat je wel kunt doen, is tijdens je gisting, na dag 2, wat eronder zit. Zo, hè. Er zit ook wat, nog wat restanten bij. Pak dat er gewoon af. Dus eigenlijk twee momenten moet je gisteren afpakken. Op je tweede dag, als je installatie het toelaat. Dat is niet altijd gemakkelijk. Hè. En als je gisting gedaan is, als je gist dus geen functie meer heeft. En ja, zoals al gezegd, bij je hergisting niet te veel gist geven ook niet. Dus, ja. En probeer het ook heel rustig te doen. Want als je je onderste klep helemaal dadelijk openzet om je gist af te laten, dan krijg je eigenlijk een gat en dan gaat eigenlijk je helder bier erdoor lopen. Dus probeer altijd je kraan heel rustig open te zetten. Zodat er niet te veel gaten gemaakt worden in heel belangrijk. De dode gist. Ja. Zijn er verder nog vragen uit het publiek? Ah ja. Ja, ja. Ik maak ook wijn. En bij wijn beweert men wel eens dat je terug moet oproeren. Is dat iets dat in de bierwereld ook leeft? Wanneer? Dus dat je wijn moet... Oproeren, tijdens de fermentatie. Ah. Oproeren om meer aroma's te krijgen, om meer... Dus de vraag is of je bij wijn... Ja, dus als, bij wijn moet je blijkbaar je gist oproeren. Tijdens je gisting, hè? Ja. Of dat je dat bij bier ook moet doen. Maar als je dat zou moeten doen, zou ik niet weten hoe in een grote brouwerij dat moet doen. Want dan gaat er toch wel wat... Ja, dan moet je kunnen rondpompen, denk ik. Ja, voilà. Dus, ik vraag me of dat zo geen maatregel is die er eigenlijk niet moet zijn. Maar dat ze toch wel doen, omdat je gisting niet goed werkt. Vroeger als de... Heel lang geleden, van voor mijn tijd zelf. Als je gisting niet goed werkte in je fles... Weet je wat ze dan deden? Dan zetten ze dat op de camion en gingen ze over de kassei rijden. Om dat zo wat op te woelen. En dat is een beetje hetzelfde wat u nu zegt. Denk niet... Ik kan mij niet inbeelden dat dat... Want ook, ja, hoe gaat je dat dan... Ik denk niet dat je dat moet doen. Dat je dat, nee, ik denk niet. En ik denk zelf, dat moet je dat bij wijn doen, ja? Ja, dat zijn streken waar dat Want je gaat dan ook zuurstof inbrengen terug en gisting is misschien bijna gedaan en die zuurstof gaat er niet uit. En, Ja, een van de nadelen dat je zuurstof inbrengt, maar het gebeurt wel. Oké. En welke streken zijn dat dan? Ik denk in de Bourgogne. Serieus? Oké. Okay, ja, het interesseert mij wel, want ik zou... Ja. Ja, ik heb gisteren ook wel een filmpje gezien, toevallig, van een eikenvat waar eigenlijk een plexiglasplaat in zat en die was ook gist aan het oproeren. Ja. Oké, vast. Ja. Interessant. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Ja, na de lagering, wat gebruik je dan? Is dat een centrifuge of een crossflow of een kaarsenfilter? Wat gebruik je na de lagering om helder bier te hebben eigenlijk? Hè? Bij Duvel is dat eigenlijk heel simpel. Dat is bijna altijd, centrifuge. Nu hebben we daar crossflow-membraan ook staan. Maar toen ik er werkte, ik denk dat we daar 7 centrifuges hadden. Maar dat is niet helemaal een antwoord op uw vraag, maar de wort werd ook gekoeld. Dus voor de koeling was ook een centrifuge. Omdat een duvel... Sorry dat het geen antwoord op uw vraag is, maar ik vind het zo interessant om even op deur te gaan. Omdat een duvel zo licht is in kleur, moet je zien dat de warmtelast heel beperkt blijft. Dus heel snel koelen is belangrijk en dat kun je door over een centrifuge te gaan. 2 centrifuges, dus wij koelen 500 hectoliter bier, wort in 40 minuten. Dat is echt wel stevig. Maar dus de bierfiltratie zelf gaat ook over een polisher, wat ze noemen. En dan een tweede centrifuge nog eens. En op het einde zat er dan in mijn tijd nog een platenfilter tussen naar microbiologie toe. Zo gebeurt dat bij ons. Maar dus is nu wel de nieuwe systemen worden uiteraard toegepast. En dat is het leuke aan Duvel Moord gehad. Wij zijn een bedrijf dat heel veel... respect heeft voor tradities, maar je moet dat kunnen combineren met moderne technieken. En die moderne technieken, die moet je erbij halen, hè, maar je moet zien dat je waarden bewaard blijven. Bijvoorbeeld, als ons bier klaar is in de warme... Na de hergisting, dan zou dat kunnen vertrekken. Nee, wij doen dat niet. Die duvel die blijft nog weken koud bij 7 graden staan. Dat kost ongelooflijk veel geld en plaats. En waarom doen we dat? Hè? Dat is zo. Voilà. En als je dan... En pas op, dat is eigenlijk wel belangrijk om te zeggen... Sorry dat ik zo hard misbruik maak van uw vraag. Lageruren. Als je
ofwel kun je wat stoffen toevoegen en is dat met 24 uur in orde. Ofwel wachten 5 dagen en zal je koude troebel ook gevormd zijn. Ofwel wachten nog langer, zoals bij Duvel. En waarom doe je dat dan? Want ik kwam ook van een andere brouwerij en mijn collega toen ook van een andere brouwerij. We kwamen daartoe en waarom doen die dat? Hier kunnen we het pas optimaliseren. Zie. Nee, gaan we niet doen. Dat is zo en dat blijft zo. En wanneer dat wel eens kan veranderen, die lageruren, is als je capaciteitsproblemen hebt, dat je eigenlijk tanks te weinig hebt. Dan gaat je je lageruren terugschroeven en dan heb je wat meer plaats. Maar dan is het heel belangrijk dat je dat niet blijft. Dan gaat het terug naar je oorspronkelijke status. En zo kun je door eigenlijk ruimte te creëren, bepaalde dingen opvangen zonder op kwaliteit in te boeten. Maar dat was helemaal niet het antwoord op uw vraag. Maar, ja, het is waar. Ja. Ik heb nog een vraag. Ja. We zijn verplicht als brouwer natuurlijk om de houdbaarheidsdatum op het flesje te zetten. En volgens welke parameters bepaal je die tijd? Een goede vraag. En ik denk dat dat jammer genoeg geen kwaliteitsparameter is. Dat is een logistieke keuze. Bepaalde grootwarenhuizen vragen ook dat ze bijvoorbeeld hun flessen binnenkrijgen op zoveel procent van de houdbaarheidsdatum. Dus afhankelijk daarvan, en dat is spijtig om te zeggen, dat is geen kwaliteitsbeslissing, want dan zou dat allemaal veel lager liggen. Het is niet dat uw bier slecht wordt, hè, want zelf na uw houdbaarheidsdatum, dat weet even hoe, hè, bier bevat alcohol en de pH is zo laag, gaat er niet ziek van worden. Als je natuurlijk met alcoholvrije bieren begint, dan moet je oppassen en dan is pH heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar houdbaarheid is een logistieke keuze. Zijn er nog vragen uit het publiek? Iemand nog een vraag? Ja. Over de bewaarbaarheid van gist. Als we niet vragen, zegt de frigo is misschien niet de meest optimale plek. Wat kunnen wij dan als hobbybrouwer? Maar u gebruikt gedroogde gist, hè? Ja. Ik denk het vooral over vloeibare gisten ging. Ja, als ik spreek van gist. Wij zo die grotere brouwerij, wij kennen dat niet, hè, zo gedroogde gist. Wij hebben onze gist van heel lang geleden, van in 1883, en die wordt dan bewaard en verder gezet. En om die goed te bewaren, moeten wij echt teruggaan naar de oorspronkelijke bij min 200 graden. Maar ik denk niet dat u gaat uw gist recupereren na uw. Dan hebt u dat probleem niet. Dan pakt u gewoon de vloeibare gist of de poedergist. En dan ja, onze gisten liggen hier ook voilà, in de frigo. Ja. Dus, dat gaat dan, in poedervorm gaat dat niet beginnen muteren. Hè. Nee. Nee. Het is enkel eigenlijk als je zegt van ik wil mijn gist gaan herbruiken. En dan, klopt. Verder nog vragen? Ik heb nog een vraag over zuurstofgehaltes in het bier. En dan vooral in de fase voordat je gaat vergisten. Uh-huh. Is dat een hele belangrijke stap als hobbybrouwer ook om daar rekening mee te houden? Of? Nee, dat is. Ik kan het weten, want ik ben. We hebben heel veel. Duvelmoord is redelijk gespecialiseerd in speciaal bieren. Dus wij hanteren daar dezelfde lage zuurstofnormen als bij de pils. Een regist bier. Dat heeft genoeg zuurstof. Je moet zo laag als je kunt. Je moet niet proberen wel een beetje lucht of zuurstof toevoegen. Er zit genoeg in om de gist die je hebt zijn werk te laten doen. Dus de norm bij Duvel voor een pilsbier kan niet laag genoeg zijn. Al wel dezelfde norm geldt voor een registbier. Er zit genoeg lucht in je lucht zelf al schuimt hem over en... Dat is zo'n fabeltje dat... Heb je het over zuurstof toevoegen? Nee, je gaat zeker geen zuurstof toevoegen. Je gaat zien dat er zo weinig mogelijk zuurstof aan te pas komt. Dat wil zeggen, als je bier gaat overbrengen van zeg maar iets, één tank naar een andere, ja. Dat je ziet bijvoorbeeld dat die darm waarmee dat gebeurt, dat die helemaal vrij is van zuurstof. Ja. Want een darm met zo'n darm met een centimeter zuurstof in, dan is uw tank van 1000 hectoliter om zeep. Ik bedoel beluchting eigenlijk. Beluchting bedoel niet doen. Nee, okay. nee, echt niet. Dat is, er zit genoeg, als je gewoon werkt, zit er genoeg zuurstof in. Ik weet niet hoe jij je flessen vult, maar bij het vullen van je fles gaat jij zuurstof inslaan, sowieso. Je kunt dat niet anders. Precies. Ja. Ja. Nee,
dan wil je juist geen zuurstof, maar voor die tijd wil je wel wat zuurstof voor het gist. Ja, het is echt na het brouwen, als er gekoeld is, om dan eigenlijk te beluchten voor je naar het gistvat gaat. Dat is, je bedoelt dat is op de wortkoeling? Is dat uw vraag? Ja, na de wortkoeling. Was van kijk, je wilt op een gegeven moment ook weer niet te veel zuurstof in het brouwproces zelf, zeg maar. Mm-hmm. Tijdens het maïsje. Ja, tuurlijk, uiteraard. De enige plek waar je zuurstof toevoegt is je wortkoeling. Ja, in een grote brouwerij gebeurt het ofwel met lucht, steriele lucht, ofwel met een zuurstoffles die ernaast staat. Inline, maar, en voor de rest moet je echt ook zoveel mogelijk vermijden dat gebeurt. Ook zoals vroeger, dat die grist zo gevallen kwam samen met water. Dat is allemaal niet goed. Dus dat is meestal van onder mooi vullen zonder dat dat... Dus ik zou dat ook niet provoceren op een of andere manier. En het enige punt waar je het kunt doen is je wortkoeling. Ik weet niet hoe je dat dan doet, maar waarschijnlijk zal dat ook genoeg zijn door gewoon... je moet daar niet veel speciale stoten mee uithalen, denk ik. Ik denk dat de meeste hobbybrouwers gebruik maken van de zwaartekracht om te beluchten. Voilà, ja, dus gewoon... Om echt, en dat is boven meer dan het gistvat genoeg. Een halve meter, een meter. En ja. Dat is ja. Al eigenlijk voldoende om... Ja. Ja, het is dat. Ja, je kunt dat onmogelijk, in een gewone atmosfeer, kun je onmogelijk dat beletten dat er zuurstof in komt. Dat gaat niet. Ja, inderdaad. Goeie vraag. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraagje. Heeft er nog iemand een vraag uit het publiek? Ja, ik had nog een vraag in verband met het ontwikkelen van nieuwe recepten. Wie beslist er wat voor bier dat er wordt gemaakt en welke eventueel nieuwe ingrediënten of kruiden gaan gebruikt worden. En hoe gebeurt dat? Is dat op jullie weg van, we gaan nu eens een keer dit of dat proberen? Of zitten daar strategieën achter? Er zit normaal een strategie achter. Maar ja en nee. Want meestal, het meest logische is dat je wilt bier verkopen. En dan gaat je zoeken van, welk segment moet ik zijn? En dat is de marketing dan. Hè. En zoiets. Dan komen ze naar ons aan. Meestal is dat tegenwoordig een blond bier van 8%. Hè. Iets anders bestaat er niet meer. Maar hey, maak dat bier en zo gaat dat. Via de marketing komt dat bij ons. Maar bij Duvel Moors gaat de brouwers toch nog wel wat te zeggen. En zullen wij zelf onze input nog geven. Maar wat bijvoorbeeld, en daar waak ik heel hard over, bij Brouwerij het Tijdgeval is, daar gaan brouwers... Die doen wat ze willen eigenlijk soms. En daarmee dat er ook zoveel... Je hebt 20 nieuwe bieren per jaar. Daarmee dat er zoveel dingen ook ontstaan. En dat is goed, want zo ontstaan er tenminste dingen. En dat is niet altijd... Bij het ei is dat ongelooflijk helemaal omgekeerd. Daar heeft de marketing zoveel keuze eigenlijk in wat er al gemaakt wordt, dat ze niet meer veel met nieuwe dingen moeten komen. Dat gebeurt nog, hè. Maar het is een beetje hangt af van uw bedrijf, denk ik. Meestal is dat marketing gestuurd... omdat die weten hoe de markt is en wat je eigenlijk moet hebben om bier te verkopen. Maar zelf als je dat hebt, mocht je het niet tegenhouden dat je brouwers door een proefbrouwerij te hebben wat experimenteren. En wij doen dat bijvoorbeeld door daar te gaan brouwen. Maakt niet uit wat het is. En dan te verkopen bijvoorbeeld enkel in onze bar. Dan heb je iets gemaakt, je verkoopt het. Het is winstgevend. Ik denk dat je dat... Dat is wel een goede vraag eigenlijk. Want je moet de brouwer nog altijd... Een brouwer zijn is creatief, hè. Je mocht die brouwer zo niet... Ik zou het verschrikkelijk vinden. Moest ik altijd moeten doen wat mij opgevraagd werd en dat ik nooit iets anders zou mogen doen, dan zet je eigenlijk geen brouwer meer. Hè. Dan kun je evengoed toiletpapier gaan maken, denk ik. Dus ik vind het een goede vraag, maar meestal marketing gestuurd. Maar vergeet niet dat de brouwer ook zijn creativiteit tot iets goed kan leiden. Hè. Super, ik hoop dat dat een antwoord was op uw vraag. Ik denk dat we zelfs de sessie hier kunnen afsluiten. Ik zou nog één ding willen doen en dat is misschien eens de rollen omdraaien. Toch, is er misschien een vraag die jij zou kunnen stellen aan de hobbybrouwers? Of aan iemand aan de zaal? Waarom denken jullie dat het gedaan is na het brouwen? De gisting is sowieso niet meer van belang. Ik vind dat echt onvoorstelbaar. Ik geef ook zo... Les, maar heel simpel, hè, voor mensen die thuis brouwen of voor commercieel die in een brouwerij werken. En dat is precies alsof er daarna niks meer bestaat, terwijl je hebt eigenlijk maar een derde of een vierde gedaan. Hoe komt dat dan toch eigenlijk? Waarom is die gisting niet zo interessant? Ik weet eigenlijk niet of dat echt zo leeft, want als ik zo in de verschillende Facebookgroepen, wordt er wel regelmatig over het brouwproces en zo gepraat. En dan is toch, vind ik, heel vaak van...
vergisting is belangrijk. Je ziet dat je gecontroleerd vergist, dat je daar alles weet, want dat is het belangrijkste. En dat vind ik zelf ook wel. Vandaar dat ik er ook een beetje in heb geïnvesteerd, om dat tenminste wel op controle te hebben. Ja, dus ik ben blij dat er ook wel meer en meer belang gehecht wordt aan vergistingen. En dat we op de goede weg zijn, zeker. Het is bij een hobbybrouwer ook heel belangrijk. Van wie je het leert, hè? Want natuurlijk zijn er ook foute beweringen of foute manieren. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, en dat hij de juiste adviezen krijgt. Ja, zeker. Dan moeten ze hier zijn, zeker. Hè? Ja, dan moeten ze bij Brouwland zijn, klopt. Inderdaad. Goed. Super, dan gaan we deze sessie afsluiten. Ja, ik hoop dat iedereen er heeft van genoten, wij alleszins wel, denk ik. Dus we hebben een lekker biertje kunnen proeven ook ondertussen. Dus ja, super. Bedankt allemaal om hier aanwezig te zijn. Bedankt.